rolling with the waves. Let them crash down on me. Ja, daar liggen mijn meisjes heel lekker. Saampjes, kont tegen kont. Ik moet hem ook weer de bank helemaal opnieuw eventjes goed doen. Maar ja, en ik denk dat dit bij jullie ook wel het geval zal zijn. Twee versopen hondjes. En die is de ergste, lijkt het ergste, maar ze zijn allebei even erg. En ja, ik ben een versopen mens. Zoals jullie allicht zien. Ja, ik moet ook alles nog uit. Het zit nog aan mij vast ook. Ja, daar liggen mijn meisjes heel lekker. Saampjes, kont tegen kont. Ik moet hem ook weer de bank helemaal opnieuw eventjes goed doen. Maar ja, en ik denk dat dit bij jullie ook wel het geval zal zijn. Ja, en ik begin een beetje anders dan anders. Hier ligt een zak met vuile troep uit de kattenbak. En we moeten lopen. Heel nodig. Hé? Ja. En ik zelf zie er niet uit. Nee, en het is vandaag maandag. Tweede paasdag. De 10e van de 4e 2023. En we leven al hier niet 4:15. Ja, echt waar. Ik kan er ook niks aan doen. Dan zit ik hier te vechten met een bandje. Zo, ik kan er ook helemaal niks aan doen. Nee, het is nog helemaal zo. Ik ben niet opgemaakt. Mijn haar, ja, het zit en daar is mee gezegd. Ik moet het trouwens nodig weer wassen en bijkleuren. Want ik heb nog geen zin om naar de kapper te gaan. Geld heb ik wel hoor, maar ik heb geen zin. Nee. Dan zit je daar weer zo lang en dan heb ik het er niet voor. En we moeten zo meteen eens lopen. Ik heb mijn regenkleding al neergelegen enzovoort. Dus ja, ik ga me zo meteen klaarmaken. En als ik dat aan heb gehad, ik eerst die zak weggooien en dan gaan we lopen. Ja. Want de meisjes willen er nou niet uit. Ze hebben een tuin voor hen, maar ze willen er niet uit. Nee, Rijka, die kreeg uit. Ze draait onder de picknicktafel, draait ze er eigenlijk weer om en ze vliegt weer naar binnen. Ik had de tijd niet om de tuin er dicht te doen. Nee, er is zoveel water valt er naar beneden, dat is bar. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar in ieder geval. En nou zeg ik, ja, heb ik het al gezegd? Weet ik niet eens. Ja, ik loop om, het prikt me in mijn hoofd. Allemaal spelden prikken. Maar in ieder geval, welkom bij een nieuwe vlog. Van Corina en de Beestenboel. Ja, jullie zijn weer bij ons aanbeland. En ja, ik ben een beetje de kluts kwijt vandaag. Zeg dat maar. Ja, weg jij. Ik heb je niet nodig. Dus ja, lieve vrienden. Ik hoop gewoon dat jullie in ieder geval kunnen genieten vandaag. Het is eindmiddag. Lekker eten. Weet ik van wat jullie gaan doen. En genieten van in ieder geval met wat jullie doen. En geniet een klein beetje met ons mee. Hebben wij ook nog wat plezier. Hopelijk, ja. Maar dit is knudden met een rietje, dat weer. Dat heb ik niet besteld, nee. Dan was ik er al lang laat geweest, ja. Dan had ik, als het mooi weer was geweest, maar het regent de hele dag al. Nou, dan pak ik het even. En dan met hoofdpijn, ik denk, ik blijf lekker in donker. Dan zakt het ook wat. Nou, het is wat gezakt ook. Ja, inderdaad. En dat zonder medicatie. Ik heb niks gebruikt, maar het is wel gezakt. Gewoon rustig blijven. Lekker in het donker. Af en toe met mijn telefoon even bezig. Dan weer even liggen. Dan weer kroelen. Nou, vooral met Elwing heb ik gekroeld, want Rijka liet haar niet zien. Ja, ze zijn vanochtend één keer buiten geweest en daarna niet weer. En zij is er ondergedoken, Rijka. En ik heb haar niet meer gezien. Niet eerder dan net dat ik uit de douche kwam. Maar toen was Elwing al beneden, want ik had... Ik moest eerst naar het toilet. Toen heb ik de kamerdeur open gegooid. Ik denk, dan kennen de meisjes alvast naar beneden. Nou, Elwing is gegaan. Maar Rijka die bleef. Nou ja, oké. Het is maar wat je wilt.
Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet gewoon een beetje met ons mee. En tot later. Twee versopen hondjes. En die is de ergste. Lijkt het ergste, maar ze zijn allebei even erg. En ja, ik ben een versopen mens. Zoals jullie allicht zien. Ja, ik moet ook alles nog uit. Ze zitten nog aan mij vast ook. Dus ja, we gaan even loskoppelen. Dus ik zet jullie even op tafel en hoe jullie staan, ik weet het niet. Mag ik er even bij, schat? Mag ik er even bij, schat? Ja, moet er wel even bij kunnen. En zo, dan moeten ze even kantelen. En zo. Hé, meisje, het is zo vies nat, hè. Ja, hè. Hij zit vast. Zo. Mwah, je bent zo nat, hè. Oh, kijk uit, schat. Ja. Deze is een beetje groter, hè. Oeh. Dat is rijk, hè. De riempje die er vanaf valt. Dat moet wel blijven zitten. Ja. Hup. Zo, mijn vrouwtje van los. Hé, die moet die kant op. Zo. Hè. Die los. Dan moet ik jouw band even weer los zien te krijgen. Hè? Nou, dat die nat is. Ja, maar het komt wel goed. Hè? Zo. Kom eens, schatje. Goed zo. Mwah. Oh, ik moet even deze naar de kachel brengen. Hij is echt eruit een natje. Lieve meisjes van me. Snoepjes, hè? Ja, ze krijgen snoepjes. Ook dat nog. Ze krijgen snoepjes van het vrouwtje. Kom maar. Kom maar tussen. Mijn handen zijn nat, lieverd. Bij de brug. Bij de brug. Bij het boompie, bankie. Hoeveel pak weet ik niet. Toen waren we weer thuis. Omdat het vrouwtje van je houdt. En ook van jou. Goed, hè? Ja, krijg je zo handen van jullie heen? Ga je doen. Alwin, kom maar. Kom op je bank. Ja. Zo. Oeh. 1, 2. Oh, even drogen, hè. Even drogen, hè. Kom eens hier met koppie. Hé. Hai. Was je er weer? Wil jij ook handdoek? Ja, hè. Jij ook even handdoek, hè? Ja, hè. Oh, even zo, hè. Even het ergste weg, hè. Ja. Oh, goeie. Hè? Ja. Vrouwtje weet het wel, hè. En als alles nat. Oei, oei, oei. Zo. Nou, ik wil die kachel. En dan ga ik eerst mijn jas aan doen. Even mijn broek moet zitten. Ja. Nou, even mijn jaren natte jas aan doen, lieve vrienden. Ja, wat. Eerst die uit. Die blijft daar. Nee, die mag hier niet. Oh, hier staat van mogen eten. En dat weten jullie. Dus, ik erop. Gaan we naar de bank. Die kunnen we hier halen. Zo, terug. Dus wat kan dan? Ja,
Nou, als ik die handen pakken, die schotelmachine, dan ga ik even doorlaten. Afdrukken. En zo. Halleluja. Echt wat een rot weer. Dit is gewoon zo leuk. Echt goed. Nou, maar even een afstandje houden van de jurk. Er zit een haar op mijn bril, kun je niks zien. Zo. En voor jullie er weer bij pakken en weer omdraaien. Ja, lijkt me een strak plan. En dan staan jullie ook nog niet goed. Hup, dat even daar naartoe. En zo. Oh, dat valt mee. Zo, regenbroek uit. Oh. He. Het is allemaal nat, hè? Ja. Echt, het is allemaal bizar. Dat is één pijp die los is. Oh. En het komt met bakken naar beneden, mensen. Oh, wat erg. Ja, die is uit. Nou, de andere nog. En ook die pijp is los. Oh, wat lief. Jij Elwing aan het wasje, schat. Als jij Elwing aan het wasje. Ach, een meisje toch. Ga je zelf maar verzorgen. Hé. Hey. Oh. Zo was Elwing de pootje aan het wasje en de staart. Godzie. Moedertje. Godzie. Hé. Hey. Ja. Yeah. Nou, ik zal mijn regenbroek even verder uit doen, want ik hoor ook alweer eentje zeuren achter de deur. En die wil ook weer naar binnen komen en dat is onze kandalfje. Ja, onze kandalf. Onze enigste kereltje in huis. Ja. Ja. En wat dat daar gaat. Mijn lieftallige FB-zusje Mirjam Eleveld. Die zegt tegen mijn meisjes, geen meisjes hè, nee het is een hij en een hem, nee het zijn meisjes. Ik noem jou toch ook geen hij of hem, nee het zijn meisjes. Hè? Ja nog kind, het zijn mijn lieve meisjes, ja. Zo, nou ik zal ze hem even op gaan hangen. Ja. Hoppata. Ja, ik kom eraan. Mag je gelijk binnenkomen. En ik denk dat je naar buiten wilt. En dat mag wel, maar ik denk dat je gelijk naar binnen komt. Jeetje. Ja, ik kom eraan, schat. Je hebt maar even geduld. Zo. Nou, dan zullen we kijken of... Meneer naar buiten wilt. Ja? Wil jij naar buiten, kerel? Ja? Oh, is het zo? Nou, het mag wel. Maar het is baggerweer, dat zeg ik erbij. Oh. Tutut, ik kan wel door. Tutut. Nou, doe maar. Doe dan. Het is vies, hè? Je weet het, hè? Hallo? Je weet het, hè? Het is vies, smerig, nat, rood weer. Ja, toch weg? Doei, man.
Hup, die weer dicht op één haak. Kijk, en dat is die orchidee die ik toen van Margriet had gehad. Hij is zo beautiful. Nou, en die begint het ook al lekker te doen. Even die aan de kant. Pakken we die er even bij. Hup, 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 hup. 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 Dan zitten er nou twee in. Ja, nog wel knoppen, maar twee bloemen. En die laat het nog afweten qua bloempjes. Ja. En die laat het nog even afweten. En die al helemaal. Er is nog niks te zien dat, dat het op het steen lijkt waar bloemen aankomt. Luchtwortel, oké. Ja, en een jong blad komt eraan. Maar een steel waar bloemen aan behoren te komen, not yendo. Dus dat is nog steeds afwachten. Ja. Ze krijgen genoeg licht. Dus, kijk, die begint al uit te komen. Die. Nou, ik ben er helemaal blij mee, ja. Dus, nou, dan gaat deze weer terug. En die zet ik hier neer. En dan. Hup. 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 Zo. En gordijn heb ik nooit dicht, dus. Mooi, ja. Ja, en die, ja, als die bloeit, staat die daar. En bloeit hij niet meer, dan gaat hij dus voor het raam. Ja, kind. Hé, hey, ja, kind. Jij wilt snoepje. Jij wilt snoepje. Jij wilt een lekker snoepje. En er komt er nog een aan. Nou, dan krijgt hij eerst rijkei. Oh, en dan jij. Oh, moet je nog meer? Kom maar mee dan. Ja, doe maar lopen. Ja, doe maar lopen. Ik denk dat ik een nieuwe regenpak moet hebben. Want ik heb al op mijn knieën. Ja, mijn knieën zijn vochtig. Niet lekker. Wat hebben we dan? Even zien hoor. Dat is een nijlpaard. Een nijlpaard voor madameke. En wat hebben we nog meer? Eens even kijken. Deze is een stuk. Nog een nijlpaard. Oh, lekker. Nou, en dan nog een bonkie. Die is ook stuk. Nog een heel bonkie. En ik zie een ring. En nog een ring. Lekker, hè? En dan nog een vierkantje. Hebben we er nog een? Ja, ik zie er nog een. Nou, nee, dat is geen vierkantje. Hier is een droppie. Krijg jij droppie? Droppie model. Jij vierkantje. Oh, zo lekker. Nou, dan ruimen we weer op. Ja. Zo is dat. Zo simpel als wat. Ja, er staat wel een afwasje, maar ja, niks aan te doen. Ik heb er het fut niet voor. Dag buur, wie het wat weet niet. Maar in ieder geval, ja. Deze even opruimen, ik zie er niet uit met mijn haar. Nou ja, lekker belangrijk, toch? Iedereen die hier voelt zich wel eens een keer minder. Ik ben niet ziek of wat dan ook. Ja, ik weet niet. Rust, hoe noem je dat? Niet rustig. Ja, ik weet het even niet. Ze zeggen het heeft met weer te maken. Ja, ik weet het niet hoor. Nee. Nee, ik kan het allemaal weer. Ja. Daar helemaal weer. Hup. Dan kom je maar gauw binnen. Krijg je snoepjes, kerel. Kom maar. Ja, het is ook zo nat, hè. Ja. Ja, kerel. Ja. Ja, 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 man. Ja. Nou, kom dan.
Is zo lekker, hè? Ja, is zo lekker. Oei, 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 oei. Lekker smellen! En hier nog? Nog twee? Ja, je staat er zo wat op en je zat er zo wat op. Daar nog, goed zo. Oh, lekkere dieren. Heerlijk. Zo. En dan komt hij gelijk niet meer naar buiten. Nee, doen we niet. Nou, nee. Ik ga koffie zetten. Ja, lekker bakje koffie. Lekker even aan mezelf denken. Dus ja, dat dus. Even naar mezelf denken. Even genieten van een bakje koffie. En ik zie jullie later wel weer. Ja toch? Ik zou zeggen, geniet verder. En smakelijk eten. Bon appétit. Hé, we moeten nog afsluiten met onze vrienden. Ja, echt waar. Wie doet dat? Moet jij dat doen? Hm? Of kan dat, of niet? Hallo. Hi, kerel. Ja. En Rijka, die ligt weer onder het dekbed. Ja? Alwin. Ga je erbij liggen, meisje? Ook goed. Ja, lieve vrienden, ik was helemaal vergeten om afscheid te nemen voor vandaag. Ja, hé, dat kan gebeuren. Helemaal vergeten de camera erbij te pakken. Ik denk, oh ja, ik moet nog afscheid nemen van jullie. Dus ja, bij deze. Ik wens jullie een welterusten slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard morgen weer gezond uit je bed komen. Morgen is gewoon weer een normale dag, eindelijk. Ja, dinsdag. Kun je weer normaal je dingen doen, wat je wil doen, moet doen. Ik moet er morgen bij tijd eruit, want ik krijg morgen een belangrijk telefoontje vanwege huishoudelijke zorg van de WMO. Dus ja, ik moet er op tijd uit. En jij gaat mij zeer doen, want je ligt bovenop mijn benen, waar het juist nog net zeer doet. Ik heb net mijn voeten weer ingesmeerd met magnesiumolie. Oh, ik heb jullie het trouwens niet eens niet goed vast. Dat moet ik eerst even wel doen. Even die ring pakken, als die wilt. En dat wilde hij niet. Waarom wilde ik er niet? Daar. Zo. Ja, magnesiumolie. Heet dat. En dat is ideaal. Dat kun je onder je voetzolen doen. Tenminste, je voeten gewoon, je voetzolen. Je onderbuik. En dan je oksels. Nou, perfect. Ja, in de hoop dat ik morgen geen hoofdpijn zal hebben. Nou, laten we het hopen. Het is er nou ook wel gezakt. En ik heb geen medicijnen, niks ingenomen. Noppen en doop. Ik ging steeds minder en minder en minder van die troep in te nemen. En magnesiumolie. Perfect. Ja. En dan heb ik nog een zalfje, maar die staat een beetje te ver weg nu. Dat is echt meer voor je gewrichten ook. Ook wel voor je spieren, maar ook voor je gewrichten. Dus die gebruik ik meer als ik weer last van mijn knieën krijg. Of mijn vingers, weet je. Van mijn artrose. Die is gek. Weer aan het spelen, man. Ja, dus ik draai jullie even om. Dat is altijd leuk. En Elwing vindt het niet zo leuk, hoor. Pak hem dan. Ja, goed zo. Nou, en wat ik zei, daar zie je een bult. Een klein bultje in de lengterichting. Daar ligt Rijken onder.
helemaal echt onder het dekbed. Dus ja, en in het midden ligt ook een bult. En dat is eigenlijk een voedingskussen. En dat is ideaal ook om tussen je benen en tussen je knieën in te leggen. Wat moet je met mijn hand? Nou zeg, hij zal slaan en niet mij. Kom dan. Kom dan. Hallo. Laat eens zien wat baasje jou geleerd heeft vroeger. Hé. Hey. Hallo. Kom dan. Nee. Hey, geen zin. Geen zin. Ja, pak dan. Nee, geen zin. Hallo. Nee, geen zin. Nee, die had geen zin. Mijn man die had hem geleerd als hij dat deed. Dan kwam hij omhoog met zijn pootjes en dan was het zijn hand pakken en dan moest hij geaaid worden. Ja. Maar in ieder geval, zo ben ik weer in beeld. Ik zou zeggen, nogmaals, welterusten, slaap lekker. En tot aan de andere kant van de nacht. Doei. Things in life are free.